Herbert Raad zal tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 opnieuw als lijsttrekker van de VVD opereren. Als de leden op 23 november de voordracht accepteren, zou Raad zijn vierde periode als lijsttrekker van Amstelveens grootste partij ingaan. Maar waarom kiest de VVD weer voor Herbert Raad? Ja, goede vraag. Dat hebben we onszelf ook in eerste instantie afgevraagd. Maar we hebben meerdere overwegingen gemaakt en goed gekeken naar de persoon die de beste kwalificaties zou hebben voor Amstelveen en voor de VVD. Aangezien Herbert Raad eigenlijk een hele fitte speler nog is, zoals ik dat ook al had aangegeven, hebben we uiteindelijk toch voor hem gekozen. Ook omdat hij zelf graag wil, omdat hij ontzettend veel bereikt heeft voor Amstelveen en graag door wil. Dus wat ons betreft is het eigenlijk niet meer een moeilijke discussie geweest na die overweging. Nou, ik heb er wel even goed over nagedacht. Want als je ja zegt, dan moet je ook volmondig ja zeggen. Maar ik heb er ontzettend veel zin in. Waar zat die twijfel? Nou, je zegt dan ja voor 4 jaar. En je zegt geen ja tegen een baantje van 9 tot 5. Eigenlijk ben je dag en nacht ermee aan de slag. En daar moet je wel de ruimte voor hebben. En dat moet je ook thuis een beetje overleggen. Maar nogmaals, ik ga het doen. De twijfel zat dus meer in je privéomstandigheden dan de functie? Ja, zeker. Want ik vind het geweldig de afgelopen jaren, het wethouderschap. Je kunt zoveel dingen betekenen voor mensen in Amstelveen. Ik hou van Amstelveen. Dus ja, het werk vind ik helemaal geweldig. Andere kandidaten waren er wel, maar Raad blijft onomstreden nummer 1 van de VVD in Amstelveen. Al is er wel nagedacht over een ander gezicht op de eerste plaats. Je kunt alleen vanwege het gezicht iemand op een andere plek zetten, maar het gaat natuurlijk wel om de kwalificaties die iemand heeft. En wij denken nog steeds met overtuiging dat Herbert de beste kandidaat is voor de VVD in Amstelveen. Na instemming van de leden gaat de VVD dus weer voor 4 jaar Herbert Raad. Sinds 2010 staat hij straks dus al voor minimaal 12 jaar aan de spreekwoordelijke macht. In die tijd is er veel veranderd, maar Raad blijft Raad en Amstelveen blijft Amstelveen. Nou, elke tijd, elke jaren heeft weer zijn eigen dilemma's, zijn eigen problemen en zijn eigen kansen. Want als je nou ook bekijkt de afgelopen jaren, wie had nou verwacht dat corona, we zijn 1,5 jaar in een soort crisissituatie geweest. Maar voor mij gaat het erom om te zorgen dat Amstelveen en voor de Amstelveeners, dat we er echt voor zorgen dat het hier prettig is, dat het hier goed is en dat de kwaliteit van leven gewoon op orde blijft. Raad is zo te horen al begonnen aan zijn campagne. Maar er is toch wel een dingetje waar we het even over willen hebben. De VVD heeft nu 10 zetels, maar toch zit er maar 1 vrouw namens de partij in de gemeenteraad. Daar moet zeker verandering in komen. Ik ben natuurlijk ook vader van 2 dochters. En die al zover? Nou, ja, die zijn misschien over een paar jaar. Dit vinden we echt ontzettend belangrijk. En we hebben, ik heb toevallig de lijst gezien. Nou, het is een fantastische lijst met eigenlijk heel Amstelveen zit erin van allerlei verschillende mensen. Dus dat komt eraan. We hebben eigenlijk ook al de groslijst, zoals wij die noemen, gepresenteerd. Op die groslijst staan meer dan 20 mensen die gekwalificeerd zijn. En daar zit zeker meer dan 1 vrouw bij. Om heel concreet te zijn, daar staan op dit moment 8 vrouwen op de lijst. Op 23 november, tijdens de ledenvergadering van de VVD, zal de definitieve kieslijst worden vastgesteld.